We gaan naar de Olympische Spelen, want die zouden deze week zijn begonnen. Maar die zijn natuurlijk een jaar uitgesteld. Dus laten we alvast even overschakelen naar Diederik Smit. Want die staat op dit moment in 2021 in Tokio. Diederik, het is bij jou 2 dagen na de openingsceremonie. En we zijn natuurlijk heel benieuwd of er al medailles... Sorry, één seconde. Diederik, ik zie dat het donker is bij jou. Maar jij staat in Tokio en daar is het natuurlijk later. Dus zou het bij jou dan niet ochtend moeten zijn? Ja, maar dat valt wel mee. Het is daar 7 uur later. Ja, maar is dit live? Ja, op zich wel. Ja, maar hoe laat wordt het uitgezonden? Hij of wij? Wij. Rond 9:30. Ja, maar dan is het daar dus 4:30 'sochtends. Ja, dan zou het toch nog donker kunnen zijn? Weet niet, het is daar zomer, toch? Ja, bij ons ook. Ja, nou oké, dan ga ik nu opzoeken. Zonsopkomst Tokio. Oké. Diederik, terwijl Jonathan de datum checkt, alvast even. We zijn natuurlijk vooral benieuwd, is Epke Zonderland erbij? Ja, hier, zonsopkomst 4:44. Welke dag? 26 juli. Ja, maar het is daar een dag later, dus dan moet je zoeken op 27 juli. Ja, even gelijk. 27 juli is 4:45. Oké, dus zonsopkomst 4:45, het is daar nu 4:30, dus dan is het daar nu nog donker. Ja, maar het wordt er niet pas licht als de zon boven de horizon uitkomt. Het wordt daarvoor, gaat het toch al een beetje schemeren? Jawel, maar hoe dichter bij de evenaar, hoe korter de schemering, want de zon gaat steiler omhoog. Maar Tokio is dan niet dichter bij de evenaar dan wij? Jawel. Je denkt dat de evenaar in het oosten ligt? Nee, Tokio ligt op dezelfde hoogte als Gibraltar, dus daar is het nu waarschijnlijk nog donker. Ja, ik zit ook een beetje te denken, hij is een heel jaar in de toekomst, dus dan maakt die paar uur misschien ook niet zo heel veel uit, toch? Nee, misschien niet, dat is waar. Nee. Oké, nou, dan heb ik eigenlijk geen vragen meer. Diederik, heel erg bedankt. En dan wensen we jou nog een hele fijne avond dan toe. Gaat die goed, trouwens? Ben je oké? Is het leuk? Ja, zeker. Ja, nee, de zonsverduistering is bijna afgelopen. Dat is jammer, maar ja, verder prima. Oké, nou, dank voor je verslag, Diederik, vanuit het Tokio van 2021.